Martin Kooijman, goedemorgen. Goedemorgen. Martin, je was hier laatst namens Winsus en dat blijft natuurlijk zo. Maar je hebt een hele belangrijke mededeling vandaag. En je zegt, ik ben nooit nerveus, maar nu, het spant erom. Want het is iets nieuws wat in Europa wordt aangekondigd, hè? Ja, dat zeg je goed, dankjewel. Ik ben inderdaad een beetje nerveus, niet voor de uitzending. Want ik doe dit al 25 jaar met veel trots en ik vind het ontzettend leuk om te mogen vertel eens, wat gaan we doen? Ja, we gaan iets unieks doen. En dat betekent dat ik IT op een andere manier ga laten ervaren bij eindklanten. Waar ze nu gewend zijn om een stukje hardware te kopen of misschien soms te leasen. Gaan we dat op een hele andere manier in de markt zetten? Nou, dat kan ik niet alleen als organisatie. En daarbij hebben we een partner gezocht, beter gezegd andersom eigenlijk ook. Acer, waar we mee al samenwerken voor 15 jaar of meer inmiddels. Hebben we gezegd, nou, we gaan eens een pakket maken wat onder andere door de Franse bank op die manier ondersteund wordt. In combinatie dus met een verzekering. In combinatie met onze service die mensen al 25 jaar kennen. En daar natuurlijk een stukje hardware bij. En dan zijn we er eigenlijk nog niet, want daar hoort natuurlijk tegenwoordig ook een stukje software bij. Dus dan moet je denken aan een Microsoft licentie. Als je dat allemaal bij elkaar pakt, ja, dan heb je iets unieks wat gewoon op dit moment niet bestaat. En dat heet met een mooi woord DaaS. Device as a Service. Nou begrijp ik dat, ik neem mezelf maar als voorbeeld. We hebben computers op de zaak, nou, die koop je dan bij een beheerder. En dan krijg je af en toe rekening van die beheerder. En dat is allemaal abacadabra. Je weet niet wat je precies betaalt en waarvoor. En jij zegt dat hele systeem kan overboord. En dat zullen die mensen natuurlijk niet leuk vinden. Nee, maar sinds 2009 hebben wij al een recurrent model in de markt gezet. Waarbij mensen een vaste prijs per maand betalen. Daar komt ook dit een beetje uit voort. Je koopt dus niks meer? Nee, je koopt helemaal niets meer. Je hebt dus ook gewoon een aftrekpost per maand als een abonnement. En in dat abonnement zit eigenlijk alles. Er zit dus je licentie, je hardware, die ook gewoon keurig vervangen wordt na de zoveel tijd. Als je contract afloopt, dan weet je zeker dat je gewoon een nieuwe krijgt die weer courant is. Je hoeft je niet druk te maken over het stukje hardware of de uitrol van je pc's, de installaties die gedaan moeten worden. Of misschien nog moeilijker, de installaties die over de hele wereld moeten plaatsvinden. Eigenlijk is alles in één abonnementsfacturering meegenomen. Maar dus dat betekent dat die huidige automatiseerde, die gaat overboord? Ja, als je nu nog automatiseert op de manier zoals je dat 5 jaar geleden deed, en misschien in sommige gevallen wel zoals dat 2 jaar geleden ging, dan moet je een beetje achter je oren gaan krabben. Want het installeren op afstand is de normaalste zaak van de wereld. Dus ook het uitrollen, het beschikbaar maken eigenlijk van je complete werkplek is voor ons al eigenlijk het dagelijks werk. En als je dat dan combineert met een stukje hardware, een stukje verzekering en alle andere zaken, ja, dan heb je een unieke propositie in de markt. Maar er zijn dus geen concurrenten die dat zo doen op dit moment? Nee, we zijn met trots, en daarom zeg ik ook net in het begin een beetje zenuwachtig, we zijn met trots de eerste in Europa die dat mogen doen. Om dit op een nieuwe manier de markt in te zetten. Waarmee mensen gewoon een vast bedrag per maand betalen. Dus je koopt nooit meer een computer zelf? Nee, je koopt niets meer. Je leest het dus ook niet. Het is niet alleen een lease-constructie, want die worden er al zoveel aangeboden. Het is echt een totaalconcept. Waar ook het beheer en onderhoud. Dus mensen kunnen ook gewoon 24x7 bellen als er wat aan de hand is. Ze kunnen integraties laten opnemen, bijvoorbeeld een ouderwetse software laten draaien in mijn datacenter, in combinatie met dat stukje hardware. Maar goed, dat is dus, ze nemen dus een risico in die zin. Ze weten nu wat ze hebben en ze weten nog niet wat ze krijgen. En dat is natuurlijk toch wel een stap die voor een heleboel mensen moeilijk zal zijn, denk ik. Nou, dankjewel dat je dat zegt. Want kijk, het risico betekent dus dat je op zoek moet gaan naar betrouwbare partners. Het is niet voor niks dat Acer en Winsys samen met elkaar dit in de markt zetten. En natuurlijk niet voor niks samen met Microsoft. We kunnen dit niet als alleenstaande partij. Je moet elkaar opzoeken in de markt en zeker in dit jaar. Zeker in het jaar van samenwerking, Hollandse wordt het denk ik niet, om elkaar gewoon op te zoeken en dus de meest betrouwbare partijen bij elkaar te zetten. Nou, zo dat ik merk bij mij in de omgeving, die dames, ja, de computer is wat langzaam, moet een nieuwe computer. Hoe werkt dat dan? Nou, na het afloop van je contract hoef je dus geen zorgen te maken dat je computer of je laptop in dit geval mee kan gaan in de tijd. Je krijgt op dat moment gewoon de meest courante artikel gewoon weer op die manier voorgeschoteld. Die geïnstalleerd is, die beheerd wordt en onderhouden wordt. Ja, nou hoor ik boze software mensen die zeggen, ja, hij probeert binnen te komen voor 15 tientjes per maand. En vervolgens heb je levenslang en dan gaan die prijzen omhoog. Nou, dat zou niet best zijn, heel eerlijk. Dat hebben ze in het begin natuurlijk ook gezegd bij Microsoft, hè, dat de licenties duurder zouden worden.
Het consistente beleid is een van de belangrijkste factoren om betrouwbaarheid niet alleen uit te stralen, maar ook gewoon waar te maken. Het kan niet zo zijn dat je vandaag voor 60 euro of voor 80 euro een abonnement afsluit en dat morgen ineens 90 euro is of na 2 jaar ineens een ander bedrag wordt. Nee, er is heel lang over nagedacht. Er is goed gewerkt door Acer en door Winsys om dit samen te stellen. Dus je mag ervan uitgaan dat dit gewoon ook een consistente prijs blijft. En zo'n proces van het een en het ander, afscheid nemen van het een en beginnen met het ander? Ja, nou, daar zit een belangrijk kenmerk in. Het oude moet ook vernietigd worden. En onderschat dat niet. Er staat soms ook nog lokale data op zo'n laptop. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat ook die laptop geschoond wordt, op die manier netjes vervangen wordt, zonder dat die klant daar downtime of hinder van heeft. Je had het de vorige keer al over de gevaren die er zijn. En die beheers je ook. Ja, kijk. IT zoals Winsys dat doet, heel eerlijk. Wij zorgen ervoor dat dat ding veilig blijft, overal kan werken en ook automatisch voorzien wordt uiteraard van de nieuwste, de anti-spyware en al de andere encryptiemethodieken. En wat doe je daar anders in dan een ander? Vooral het automatisch uitrollen. Dus een klant hoeft alleen maar zijn PC aan te zetten waar hij ook zich bevindt. En vervolgens gaat het hele proces automatisch. Dus ook die printer wordt er geïnstalleerd. En dat is een stukje uniek. Want dat kan niet iedereen, het intune wat vele mensen uit de technische wereld wel kennen. Dat is veel gebruikt. Het autopilot en dat soort zaken, zal je misschien niet veel zeggen. Maar dat zijn Microsoft-termen. Maar daarnaast komt er nog veel meer bij kijken. De ouderwetse applicatie, stukje data, integratie, sensoren. Ja, dat moet allemaal werken. Dan moet het ook in jouw geval gefinancierd worden. Hoe doe je dat? Nou, dat kunnen we dus ook niet zelf, heel eerlijk. Dus dat betekent, PBA doet ermee. Dus die zorgt ervoor dat de financiering op die manier rond wordt gebruikt. Dus gek genoeg, voor ons verandert er ook heel veel. Wij zijn niet meer de de houder, zeg maar. Dus in dit geval, je doet geen zaken met Winsys, je doet geen zaken met een partij als Microsoft, maar je doet zaken op dat moment met Acer. En zij regelen eigenlijk de rest. Dus de omzet op die manier vindt ook bij Acer plaats. Dus je wordt eigenlijk de makelaar van Acer's? Ja, je wordt een beetje een makelaar. Ik zie het meer als een samenwerking op die manier. Want we kunnen niet zonder elkaar. En dat is dus meer dan een functie makelaar. Oké. Jouw bedrijf is gevestigd in? Onder andere IJmuiden, Amsterdam of wat andere plaatsen. En met hoeveel mensen werk je? Ja, iets meer dan 60 mensen over de hele linie. Maar dat betekent met de uitbreiding doen met Acer erbij. We zijn niet alleen. En ik denk ook dat hopelijk ook zo blijft. Oké. Bedankt voor het gesprek en wilt u meer informatie en wilt u contact, dan kunt u dat krijgen via onze site.